200 jaar Koninkrijk der Nederlanden door Jan Geerling. Inleiding. Op 30 november 2013 start in Nederland de viering van het feit dat we alweer 200 jaar een koninkrijk zijn. De festiviteiten lopen door tot oktober 2015. Misschien hebben jullie wel eens afgevraagd hoe het 200 jaar geleden in zijn werk is gegaan dat we nu een koninkrijk zijn. Wisten jullie bijvoorbeeld dat het niet zoveel had gescheeld of Nederland en België hadden mogen toetreden tot de Duitse Bond? En dan zouden we nu mogelijk één van de Duitse deelstaten zijn geweest. Verder vraagt u zich misschien af hoe het komt dat de feestelijkheden die in 2013 starten over zo'n lange periode uitgespreid moeten worden. Het antwoord op die vraag is simpel. De bevalling van baby koninkrijk heeft 200 jaar geleden precies deze tijd in beslag genomen. Lees er alles over in dit artikel. Dan komt u er bijvoorbeeld ook achter dat koningin Wilhelmina niet de eerste Oranje was die naar Engeland vluchtte toen de vijand in aantocht was. In veel beschouwingen bij 200 jaar koninkrijk zal de nadruk wel weer liggen op de democratische verworvenheden die in Nederland in 200 jaar koninkrijk zijn bereikt. Maar ik vind dat de conceptie en de geboorteweeën van ons koninkrijk ook heel interessant zijn. Daarom dit artikel. De conceptie laat ik starten in het jaar 1787. Het jaar waarin het beroemde incident plaatsvond waarbij prinses Wilhelmina, de wilskrachtige echtgenote van stadhouder Willem V, bij Goejan Verwellesluis door patriotten werd gearresteerd. De nadagen van de Republiek der Nederlanden. Onze eerste koning Willem I was de zoon van Willem V, de laatste stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Republiek was tussen 1600 en 1700 een zeer welvarende wereldmacht. Daarna ging het snel bergafwaarts met de macht van de Republiek in de wereld, maar de welvaart bleef wel redelijk op peil. De bestuurlijke macht in de Republiek berustte van oudsher bij de regenten. Die waren volkomen wars van het idee dat een erfelijke koning het hoogste gezag in het land uit zou oefenen. Nooit van zijn leven. Maar het zou anders lopen, zo weten we nu. Maar daarvoor moest dan nog heel wat water door de Rijn stromen. In 1781 begon in de Republiek een revolutie van patriotten tegen corruptie, vriendjespolitiek en andere misstanden. Stadhouder Willem V werd door de patriotten voor deze misstanden verantwoordelijk gehouden. Daarbij hielp het niet dat de intellectuele Willem V eigenlijk ongeschikt was voor zijn stadhoudersfunctie. Een erg besluiteloze en volkomen wereldvreemde figuur die zeer ongelukkig was met de rol die hij als stadhouder geacht werd te spelen. Hij werd door het volk breed verguisd en algemeen beschouwd als een mislukkeling. De strijd tussen patriotten en prinsgezinden werd steeds feller en kreeg op een gegeven moment het karakter van een burgeroorlog. In 1785 moesten Willem V en zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen zelfs Den Haag ontvluchten. Ze weken uit naar Nijmegen. In 1787 wilde de strijdvaardige prinses Wilhelmina terugkeren naar Den Haag, maar werd bij Goejan Verwellesluis, in de buurt van Gouda, aangehouden door patriotten en gevangen genomen. Na 2 dagen werd zij ongedeerd weer vrijgelaten. Koning Frederik Willem II van Pruisen beschouwde het gebeuren als een grote belediging van zijn zuster en besloot in te grijpen. In het najaar van 1787 herstelden Pruisische soldaten overal in het land de macht van Oranje. De patriotten sloegen 40.000 in getal op de vlucht, de meeste naar Frankrijk. De ontwikkelingen in Frankrijk. De Franse koning, Lodewijk XVI, kampte met dezelfde soort problemen als de Nederlandse stadhouder. In 1789 liep het ook in Frankrijk uit de hand. Alleen, hier wonnen de revolutionairen. Zij voerden allerlei hervormingen door en schaften de monarchie af. Die eerste jaren van de Franse revolutie waren erg bloederig. Menig politiek tegenstander verloor letterlijk de kop onder de guillotine. Het waren de jaren dat het volk aan de macht was onder het slaken van de leus vrijheid, gelijkheid, broederschap. De Corsicaan Napoleon Bonaparte was een officier die carrière maakte in de vele oorlogen die Frankrijk voerde. Hij bezorgde het Franse revolutionaire bewind tussen
1795 en 1799 een groot aantal militaire overwinningen. Maar de militair Napoleon wilde meer. Vanaf 1799 werkte hij stap voor stap naar zijn grote doel, keizer van Frankrijk worden. Dat doel bereikte hij in 1804, toen hij zich tot keizer kon laten kronen. Vanaf dat moment was hij alleenheerser. En dat was gedaan met vrijheid, gelijkheid, broederschap. Veel Europese landen, waaronder Engeland, Rusland, Oostenrijk en Pruisen, waren continu in oorlog met Frankrijk. Napoleon wist zijn vijanden echter keer op keer te verslaan en kreeg zo steeds meer controle over Europa. Op het hoogtepunt van de militaire loopbaan van Napoleon, rond 1812, was bijna geheel Europa Frans. Een Franse vazalstaat of een Franse bondgenoot. Nederland onder Franse invloed. Ook Nederland en België moesten eraan geloven. Al in 1795 vielen de Franse revolutionairen samen met de uitgeweken Nederlandse patriotten de Nederlandse stadhouder aan. Die vluchtte naar Engeland, waarop de Bataafse Republiek werd uitgeroepen, een vazalstraat van het revolutionaire Frankrijk. Voor het eerst was ook in Nederland het volk aan de macht. Maar dat duurde niet zo lang. Nadat Napoleon keizer was geworden, kreeg Nederland in 1806 voor de allereerste keer een koning, Lodewijk Napoleon, de jongste broer van de keizer. Die luisterde volgens de keizer echter te veel naar de Nederlanders. En daarom besloot de keizer in 1810 Nederland maar helemaal bij Frankrijk in te lijven. De Franse nederlaag. Heel lang wist Napoleon militaire overwinningen te behalen. Maar het keerpunt kwam toen hij in 1812 besloot Rusland aan te vallen, omdat dat land een bondgenootschap met Frankrijk verbrak. Met 500.000 soldaten, de Grande Armée, viel hij Rusland aan. De Russen trokken zich zonder vechten steeds maar verder terug, pasten de techniek van de verschroeide aarde toe en vernielden alles wat maar bruikbaar zou kunnen zijn voor Napoleon en zijn leger. Ook waterputten werden vergiftigd. Napoleon kreeg zo niet de kans de Russen militair te verslaan. Toen het leger van Napoleon in de herfst van 1812 uiteindelijk in Moskou aankwam, was ook daar niets meer te halen. De inwoners waren geëvacueerd en de stad was in brand gestoken. Toen kon Napoleon, met de strenge Russische winter in zicht, nog maar één ding doen: terugtrekken. De invallende winter is hem en zijn leger noodlottig geworden. Het resultaat was dat van de 500.000 soldaten van de Grande Armée er uiteindelijk maar 20.000 levend terugkeerden. De militaire macht van Frankrijk was gebroken. Een jaar later, in 1813, verloor het verzwakte Frankrijk de volgende slag bij Leipzig op verpletterende wijze van de geallieerde tegenstanders. En die trokken vervolgens in mei 1814 Parijs binnen. Napoleon werd naar Elba verbannen. Na 10 maanden wist Napoleon te ontsnappen en kon er opnieuw een Frans leger op de been gebracht worden. Daarop volgde in 1815 de beroemde slag bij Waterloo, die door Napoleon werd verloren. Napoleon werd gevangen genomen en verbannen naar Sint Helena, waar hij in 1821 overleed. De geboorte van het Koninkrijk der Nederlanden. Laten we nog even de belangrijke gebeurtenissen op een rij zetten die voorafgingen aan de geboorte van het Koninkrijk der Nederlanden. In 1795, stadhouder Willem V vlucht naar Engeland. De Bataafse Republiek ontstaat. In 1806, Lodewijk Napoleon wordt koning van Nederland. In 1810, de Bataafse Republiek wordt bij Frankrijk ingelijfd. In de winter van 1812, Napoleon gaat in Rusland ten onder. In oktober 1813, Napoleon verliest de volgende slag bij Leipzig. In maart 1814, geallieerde legers veroveren Parijs. Napoleon wordt naar Elba verbannen. In het voorjaar van 1815, Napoleon ontsnapt van Elba en keert terug naar Parijs. 18 juni 1815, Napoleon verliest de slag bij Waterloo. Na de val van Napoleon moesten de Europese machten de kaart van Europa opnieuw intekenen. Dat vond plaats op een grote conferentie die het Congres van Wenen werd genoemd.
Hoewel dit congres officieel startte in het najaar van 1814, kan men aan dit congres geen duidelijk begin en eind toekennen. Eigenlijk was het een proces dat begon in de zomer van 1812 en pas in 1822 helemaal was afgerond. Alle deelnemers waren doodsbang om door andere deelnemers buitenspel te worden gezet in de strijd om gebied, macht en invloed. En dat had ook voor Nederland vergaande gevolgen, zoals we zullen zien. Al vanaf 1801 had onze toekomstige koning Willem I pogingen ondernomen de reputatie van de Oranjes bij Napoleon te herstellen. Hij maakte toen de fout de achterkamertjesgesprekken in Frankrijk en de bijbehorende sociale verplichtingen maar een enkele keer in eigen persoon bij te wonen. De Oranjes verloren daardoor en door hun nauwe banden met Engeland bijna al hun bezittingen in Duitsland. Na de Franse nederlaag in de volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813 ontstond er in Europa een machtsvacuüm. De Fransen begonnen zich terug te trekken uit de geannexeerde gebieden. In Nederland vormden Gijsbert Karel van Hogendorp, Adam François van Duin van Maasdam en Leopold van Limburg-Stierum een voorlopig bewind. Zij nodigden Willem I uit om in Den Haag de hogere regering op zich te nemen. Willem nam de uitnodiging aan en landde met behulp van de Engelsen op 30 november 1813 op het strand van Scheveningen. En toen ging het snel. Direct al op 1 december werd Willem tot soeverein vorst uitgeroepen, wat op 2 december door hem werd aanvaard. In verschillende Nederlandse steden bleek het klimaat voor een prins van Oranje gunstig, wat onder andere bleek uit het regelmatig opklinkende Oranje boven. De benoeming van Willem I tot soeverein vorst was voor de geallieerden een fait accompli. In het eerste verdrag van Parijs in 1814 werden de eerste stappen gezet naar de herverdeling van Europa. Zo werd de vereniging van het huidige Nederland en België tot één staat onder koning Willem I vastgelegd, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, in personele unie met Luxemburg. Hierdoor ontstond aan de noordgrens van Frankrijk een sterke staat die de aspiraties van Frankrijk om de grens in noordelijke richting op te schuiven zou kunnen temperen, zo was de verwachting. Dit besluit liep in die zin enigszins vooruit op het congres van Wenen. Het duurde dan ook nog tot 21 september 1815 voordat Willem I in Brussel de grondwettelijke eed als koning van de Nederlanden kon afleggen. Nederland geen Duitsland über alles. Vanaf het moment dat het in 1812 met Frankrijk bergafwaarts ging in Rusland, speelde Willem met de gedachte om niet alleen België en Luxemburg, maar ook Duitse gebieden aan Nederland te kunnen toevoegen. Dan zou het Nederlandse Rijk een rol van betekenis kunnen spelen in een nieuw op te richten Duitse bond. Zover is het niet gekomen, omdat Engeland en Oostenrijk op het laatst te veel strategische bezwaren tegen zo'n ontwikkeling hadden. Maar stel je toch eens voor dat die ontwikkeling wel werkelijkheid was geworden. Dan zou het beslist denkbaar zijn geweest dat Nederland in 1871 opgenomen was in het toen ontstaande Groot-Duitsland onder leiding van Pruisen. En daarna zouden we, als onderdeel van Duitsland, de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben verloren. Geen wie Nederlands bloed door de aderen vloeit, maar Duitsland über alles. En vele jaren later zouden we in 1974 met Duitsland wel wereldkampioen voetbal zijn geworden. Maar de geschiedenis is anders gelopen. Willem I werd alleen koning van het Verenigd Nederland-België. Tenminste, voor een paar jaar. Want al in 1830 zagen de Belgen de kans schoon om zich weer af te scheiden. Sindsdien zijn in Europa heel veel koningshuizen verdwenen. Maar het Nederlandse koningshuis heeft de afgelopen 200 jaar alle crisis overleefd en staat er nog steeds goed voor.